Van harte welkom bij Helmond Schout, een programma voor ouderen, met ouderen en door ouderen. Met deze week. Het Rode Kruis belt u elke dag even op. Rob, die kweekt al jaren orchideeën en we lopen langs een aantal bijzondere kunstobjecten. Vindt u het ook fijn om iedere dag even iemand te spreken? Het hoeft geen lang gesprek te zijn, maar in de ochtend gewoon even persoonlijk contact, zodat iemand weet dat u 's morgens goed bent opgestaan en dat alles oké is. Juist daarvoor heeft het Rode Kruis contactcirkels. Als u deelneemt aan zo'n contactcirkel, dan wordt u iedere dag op een vast tijdstip gebeld. En als het niet lukt om contact met u te krijgen, dan alarmeert de cirkel uw contactpersoon om even een kijkje bij u te gaan nemen. We hadden vroeger op school hadden wij een belcirkel. Dan moest je elkaar bellen als je ziek was, inderdaad. Dan begon de eerste en dan weer naar de tweede. Is dit ongeveer hetzelfde? Het is ongeveer hetzelfde, maar speciaal voor ouderen. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, dus ik heb een lijst met gasten die wij dus iedere keer bellen. Dan bel ik in eerste instantie de eerste gast en dan die belt de volgende. En bij de allerlaatste gast die belt mij weer terug of alles goed is. Als er ondertussen tijd iets gebeurt, dan krijg ik van de gast die dus niet terugbelt een seintje. En dan moet ik op inspringen om te kijken wat er gebeurt. En wat is daar nou eigenlijk de bedoeling van? Is dat ook voor de zieken of is het gewoon voor de gezelligheid? Nou, het is niet voor de zieken alleen. Het is voor de mensen die alleen zijn. En inderdaad om controle te hebben of ze inderdaad ziek zijn of iets anders verkeren. Dat ze elkaar dus kunnen waarschuwen als er iets aan de hand is. En maar goed, het is ook een stukje gezelligheid bij. Je spreekt weer even iemand. Nee, dit is nou de eerste spreken we, maar we hebben afgesproken. Dus als ze graag contact met anderen willen hebben, dus dat ze dan later terug moeten bellen. Want anders duurt het veel te lang voordat ik weer een bericht krijg voor de laatste persoon. Dan duurt het 3 dagen voordat je eens een keer... Dan weet ik ook niet wat er aan de hand is. Nee, maar hoe gaat zo'n cirkel dan rond? Hoe snel gaat dat? Nou, dat ligt aan het aantal personen die we hebben. Wat bij mij in het geval is hier in Helmond is ongeveer 20 minuten. Ja. Zo snel gaat dat? Ja, zo snel gaat dat. En dan vragen ze, is alles goed? Dan zeggen ze ja en dan gaat het weer verder. Ja, dan gaan ze weer verder, ja. Okay. Tenzij dat er inderdaad iets te doen is ertussendoor. Of ze zijn ziek of ze zijn weg. Maar ze bellen ook natuurlijk ook als ze dus op vakantie gaan. Dus ze weten wie ze moeten bellen. Ja. Maar dat regelen ze zelf dan. Ja. En hoe vaak gaat zo'n rondje dan in de week of in de maand? Dus iedere dag. Dus dat is iedere dag? Iedere dag wordt er gebeld. En dat zijn vaste tijden of? Het begint dus morgens om 9:00. Dat is een vaste tijd waar we beginnen. En dan duurt het ongeveer tot 10 of 20 minuten later. Dan krijg ik het laatste belletje als alles goed is. Okay, dus het is eigenlijk een soort sociale controle om te kijken of iedereen nog okay is? Ja, inderdaad. Dat is het ook zo, ja. Ja. En dat zijn dat vooral natuurlijk mensen die nog thuis wonen? Die wonen allemaal thuis, ja. Die zijn allemaal alleenstaande. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat het inderdaad fout ging? Ja, dat is wel eens ooit gebeurd, ja. Ja. Nou, dan hebben we dus een lijst waar de contactadressen op staan. Die bellen we dan eerst om te gaan kijken of inderdaad iets aan de hand is. Is dat zo? Inderdaad, dan bellen ze ons terug. En dan weten we ook precies of inderdaad wat er met die persoon gebeurd is en of we verder iets moeten doen. Want als we niemand hebben, dan wordt de politie ingeschakeld om te kijken van wat er aan de hand is. En hebben jullie ook bijvoorbeeld de telefoonnummers van de kinderen of zo? Ja, die hebben we allemaal. We hebben dus een lijst van iedere deelnemer, waar ook de kinderen zijn adres op geven, ofwel de buurvrouw of de naaste die er zijn dus. Daar hebben we ook de telefoonnummers van. Nou, bent u een van de vrijwilligers? Hoe bent u ertoe gekomen om dit gaan te doen? Ja, ze hebben mij gevraagd op een gegeven moment, omdat ze tekort hadden aan vrijwilligers voor de telefooncirkel. Mm-hmm. En aangezien ik bij het Rode Kruis toch was, heb ik me aangemeld daardoor. Dus kun je bij dezelfde persoon weer aanmelden om inderdaad, als je vrijwilliger wilt zijn, om deel te nemen. Ja, dus want jullie komen natuurlijk ook, hoe meer deelnemers dat je hebt, hoe meer vrijwilligers dat je nodig hebt. Inderdaad. Dus de vrijwilligers kunnen zichzelf ook nog aanmelden? Ja, inderdaad. En dat is ook via hetzelfde telefoonnummer? Hetzelfde telefoonnummer, ja. In het centrum van Helmond staan meer dan 80 kunstwerken. Gewoon in de openbare ruimte. Altijd te zien. De komende weken geven Aniek, Maya en Saskia u een korte uitleg bij een aantal van deze kunstwerken.
de titel van het beeld hoeft eigenlijk niet veel uitleg, want als, zoals je ziet is het eigenlijk één verticale doorlopende lijn. Dat is ook waar Milan Lukács eigenlijk in gespecialiseerd is vanuit zijn eigen interesse in het verticale. Als wandelaar hier in het park zou je misschien heel snel aan dit beeld voorbij lopen, omdat het gewoon een rechte paal in het landschap tussen de bomen lijkt. Maar als je dichterbij komt, valt wel degelijk het verschil in structuur, het verschil in het gebruik van materiaal en vooral de plek waar die staat. Als je namelijk het beeld meeneemt in de achtergrond, zie je dat de vlakken en de lijnen terugkomen in de flatgebouwen en in de brugpijlers achter dit beeld. Dus mocht je binnenkort, of als het nog meer mooi weer gaat worden, door het park lopen, loop dan zeker niet aan deze verticale voorbij, maar bekijk hem van alle kanten. Deze week hebben we weer een bijzondere hobby. Rob kweekt namelijk orchideeën en zijn hele huis staat er vol mee. Jaren geleden begon hij hiermee toen hij van zijn moeder de eerste orchidee kreeg. En deze koestert hij nog steeds. Het kweken en het houden van orchideeën. Hoe kom je daar nou een hemelsnaam bij? Hoe kom ik daarbij? Mijn moeder had eentje, een mooie grote witte. Die staat boven, die hou ik in ere. Die heeft bloemen die zijn zo groot. Ja. Vandaar dat ik hem in ere hou. Ja. Ja. Dat heeft een speciale betekenis voor mij. Die heb ik ook... tot in den dood verzorgd. Dus vandaar dat ik hem mee heb genomen. En zo heb ik dat gewoon een beetje uitgevoerd. Maar de bloem, zoals jij nu zegt, is van je moeder. En die is overleden? Ja, en dat heeft mij gewoon gewekt. Ik vind dat aparte bloemen in ieder geval. Niet iedereen heeft orchideeën. Nee, dat klopt. Ze hebben wel zoals deze, maar niet de speciale soorten wat hier allemaal staat. Ja, ja. Ja, dat heeft bijna niemand. Ja. Dat heeft mijn interesse gewoon gewekt. Ik wil iets hebben wat anderen nooit hebben. Ja. Maar je hebt met de orchideeën, wat je zegt, van ze staan voor het raam, maar die staan niet in bloei. Hoe komt dat? Waarom staan daar nog geen bloemen in? Je hebt met de jaargetijden eigenlijk een beetje te maken. Als je in april een plant koopt die in de bloei is, dan blijft die hier ongeveer een half jaar in de bloei. Okay. En daarna vallen die bloemen af. En dan moet je wel wachten totdat die in april volgend jaar... weer opnieuw. Want hoe lang bloeien ze? Dit, ja. Half jaar, een half jaar. Tot een jaar. En dan blijven ze ook jarenlang in leven? Ja, die blijven gewoon jarenlang zo in leven. In ieder geval, en, misschien dat ik volgend jaar weer een andere kleur hier heb. Die kunnen automatisch weer verschieten van de kleuren. Ja, ja. Maar het is dus allemaal ontstaan, zeg je, bij de orchidee van je moeder. Die heb je gekoesterd, die staat nog boven. En hoe oud is die bloem dan in totaal? Dus hoe lang staat die al inmiddels bij je moeder en bij jou? Bij mijn moeder kan die niet meer staan, want die is er niet meer. Maar die staat momenteel een jaar of 10 staat die hier al. Zo. Dat maak je niet vaak mee, dat bloemen en planten zo lang in een huis nee, staan. Nee, maar laten we zeggen, mensen houden van normale bloemen. Maar ik hou niet van normale bloemen. Ja. Ik wil gewoon... Jij zult misschien iets anders hebben dan ik. Ik heb inderdaad een passie voor die orchidee, omdat ik had gewoon een prachtige... Maar ik hoef niet normale... Nee, die komen er hier ook niet in. Een palm of noem maar op, wat voor een plant dan ook. Je hebt alleen maar orchideeën staan dan? Hier staat bij mij alleen maar orchideeën. Ja. En hoeveel heb je er staan in totaal inmiddels? Ik had er een kleine 100 en misschien dat er nu een kleine 70 staan. Ja. Want je zegt, ik kweek ze ook. En hoe gaat dat dan, dat kweken? Dan pak ik gewoon eens, dan knip ik. En dan pak ik het stekje en dan pak ik een aparte pot. En daar stop ik dat stekje in. En dan groeit dat weer aan. Dan groeit dat weer aan. Ja, achter jou staat bijvoorbeeld een, die heb ik al jaren in ieder geval geleden gestekt. Mm-hmm.
Dat is een andere soort. En gewoon nu afwachten van wat komt er dit jaar. Hè? Ja, ja, dus dat groeit wel binnen een jaar wel weer aan. Dus als je een stekje hebt, dan kan dat binnen een jaar wel weer een plant worden. De ene die groeit langzaam en de andere plant die groeit weer vrij snel. Dus ja. Ja. Bent u of kent u iemand met een bijzondere hobby? Stuur dan een bericht naar helmondschout@ditishelmond.nl. Of stuur gewoon even een WhatsApp berichtje op 06-20-27-7170. Hebben uw kleinkinderen veel fantasie? Hebben ze geweldige verhalen in hun hoofd die ze graag op papier zouden willen zetten? En willen ze ook weten hoe ze dat moeten doen? Laat ze dan meedoen aan een schrijfcursus bij de bibliotheek. In 3 middagen vanaf 15 maart leren ze hoe je een spannend, mooi en of bijzonder verhaal schrijft. Na de cursus verhalen schrijven hebben ze een tof verhaal op papier. En weten ze hoe ze hun volgende verhaal kunnen gaan uitwerken. De cursus is geschikt voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar. Laten we zeggen groep 6, 7 en 8. Het is dus geen taalles. Het gaat met name om plezier te hebben bij het verzinnen en schrijven van hele mooie verhalen. Simone Kleinsma neemt u op 17 maart mee in haar verhaal, waarbij uiteraard muziek een grote rol speelt. Zowel bestaand als speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire speelt een rol. Na eerdere succesvolle shows zoals Songs from the Heart, Simone's Songbook en Simone ontwikkelt zij haar nieuwe theatervoorstelling verder samen met Ruud Wijsman. U kent hem misschien van Hij gelooft in mij. Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Elke stem telt. Ook dit jaar zijn het vanwege corona erg bijzondere verkiezingen. Bij deze verkiezing kiezen inwoners van Helmond de leden van de gemeenteraad. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. Op 14 en 15 maart worden 11 stembureaus geopend voor de meest kwetsbare inwoners, verspreid over alle wijken van Helmond. De bureaus zijn op beide dagen open van 7:30 tot 9:00 s'avonds. En waar zijn die bureaus? Onder andere bij Wijkhuis de Brede School De Vonkel, Zaal Adelaars, Wijkhuis Het Brandpunt, Gymzaal Gasthuisstraat, Wijkcentrum De Boerderij, Sporthal Westwijzer, Wijkhuis De Lier, Wijkcentrum Parkzicht, Wijkhuis De Brem, Wijkgebouw De Zonnesteen en Het Speelhuis. Dit was Helmond Schout voor deze week. Mocht u een tip hebben voor onze redactie, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt zich melden via helmondschout@ditishelmond.nl. Gewoon doen. En u kunt natuurlijk ook even een WhatsAppje sturen op nummer 06-20-27-7170. We sluiten weer af met de Dutch Show Company. En ik zie u graag weer terug volgende week bij een gloednieuwe Helmond Schout. Tot dan! Je schuift de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, maar overdag niks kan. Als bij nacht in de kroegen hier, ik je naam weer hoor. Bij het lonschuimen bier. Je kent ze één voor één, de heren van fatsoen. Je zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil. Niet aan je bos gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. Als bij nacht in de kroegen hier, ik je naam weer hoor bij het lonschuimen bier. Mannen, pappen, kom hier, lekker stip halen, meid, lekker bier van plezier. Mannen, pappen is rond, mannen, pappen is blond, een zoen op je mond, mannen, pappen, je lekker. In de kerk
daar zit daar zo'n meneer. Stuivelt een houten plank, met pijkers in zijn kop te kijken in zijn bank. Het prachtige pak van zijn zondige lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig het cent in het zakje doen, zo koopt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan, in het donker ergens staan, zoals het hoort. Maar eens dan komt de dag, dan luidt ze de klok. En draag je witte bloemen en linten aan je rok. Als wij dan arm in arm samen de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroenier ik je naam weer hoor bij het blondschuimen bier. Malle ballen, kom, malle ballen, kom hier. Lekker stuk malle meid, lekker weer van plezier. Malle ballen is rond, malle ballen is blond. Een zoen op je mond, malle ballen.